Okie dokie. Daily challenge tights. Oké. Ik vraag wel eens vaker om aanwijzingen, maar als we het zo direct geven, dan vind ik het ook wel fijn. Misschien nog ergens een adres of zo. Jongens, nee, dat doen we niet. Misschien hier. Nee, maar dit is wel een. Wow. Overigens, als ik dit zo allemaal zie, voor de rest, National Center of Cardiology. Als ik de rest van de omgeving zo zie, zou ik toch wel inschatten dat dit hoge gebouwen. Dus dan moet dat wel, hè? Hoop ik. Ik zou niet weten. Weet je wat het is? Ik zou niet weten wat het anders is. In Kyrgyzstan. Ze hebben daar wel wat grotere steden natuurlijk, maar niks van dit formaat volgens mij. Ik hoop gewoon. En nou is gelukkig Kyrgyzstan is ook heel makkelijk te herkennen aan die rode vlag. Schijnbaar is dat rood. Dat heb ik meegekregen bij. Heb ik dat op Geotubs gezien of heb ik dat in een video van iemand anders gezien? Dat maakt ook niet uit. Ze zijn rood. Ik dacht altijd dat het geel was trouwens. Volgens mij heb ik dit al een keer besproken. En toen. Ik wil eigenlijk bevestiging hebben dat het Bishkek is. Ik kan er natuurlijk wel van uitgaan dat het Bishkek is, maar. Als ik dan vervolgens mijn tijd besteed aan het. Ja, oké, top. Cardiologisch centrum zoeken we. National Center for Cardiology. Je zou denken dat het toch wel op de kaart zou staan ergens. Ja, nogmaals. Ik ben al blij dat ik dat het Bishkek is, National Center of Maternity. Dus het zou wel met een haartje aangegeven moeten staan. Zou je denken? Oh, en hier. Dit is waarschijnlijk dat cardiologisch centrum. Oké. Dit is. Dit is een interessante. Waarom doet hij dit? My God. Like, seriously. Is dit erg? Op dit moment wil ik zeggen dat dit ergens in Europa, Kroatië, Italië of zo is. Oh my god, laat mij gewoon vooruit gaan! Fucking. Sorry, maar dit is echt zo fucking frustrerend. Waarom kies je ervoor om jouw weg dat te laten doen in plaats van. Oh. Het is niet Italië of Kroatië. Het is Japan, denk ik.
Of Taiwan. Oh, sorry, maar. Oeh. De frustratie zat heel even diep. De frustratie zat echt heel even diep. Oh boy. Oh man, echt. Maar waarom zou je ook. Oh, wacht. Het is nog maar een paar seconden, dus. Plop. Ik heb echt geen idee wat dit is. Ik heb geen grote bladeren gezien die zo kunnen wijzen op Hokkaido. Dus dan heb ik echt geen flauw idee wat dit is. Jezus, het is helemaal daarbovenaan. Dit is. Ik hoop dat dit Mongolië is. Het feit dat we vrijelijk kunnen rondbewegen, zegt me dat dit Mongolië is. Terug naar start, ik wil de andere kant op. Ik denk dat kan echt overal zijn. Dat is een beetje het probleem. Met de groene weiden van Mongolië kan dit echt overal zijn. Ja, behalve. Zeg maar hieronder en dan weten we dat het zand is. Maar. Kan hier zijn. Kan hier zijn. Kan zelfs hier zijn. Een beetje midden. Hier. Dan zet ik hem voorlopig weg, hoor. Dan moeten we logisch gaan nadenken. Wat zien we voor de verder rest? We zien een andere auto. Dat geeft aan dat het wel wat drukker is hier. We zien elektriciteitsmasten. Dat aangeeft dat het ook iets volgens mij. We gaan hem gewoon even opslaan en dan gaan we terug naar start. Volgens mij zagen we in de verte. Spit, zou dat huizen of zou dat ook auto's zijn? Nou ja, maakt niet uit. Daar zien we de gebieden. Dit is een boerderij of zoiets eigenlijk. Oké, daar heb je weer die witte dingen. Zijn het ook auto's of zijn het misschien balen hooi of zo? Of huizen ook, dat kan ook natuurlijk. Dit is een natuurgebied. Volgens mij staat daar zelfs reservaat. Nee, dat is niet een natuurgebied. Oh, kijk, dit is volgens mij een natuurgebied. Zou dat kunnen zijn? Het is echt een gok. Like I said, ik heb geen idee. Nope, het is compleet aan de andere kant. Nou, niet compleet aan de andere kant, maar. Compleet aan de middenkant van Oekraïne. Yeah! Top! Dit is. Fucking veel auto's. Wel billboards die. Een scootertje.
Engelstalig. Oh, politieauto. Dan weten we waar we zijn. Nou is nog de vraag welke stad. Ik heb nog steeds niet opgezocht hoe dat zit met die lampen. Geef ik heel eerlijk toe. Nee, daar heb ik echt heel veel aan, jongens. Nog niks, yay. Oh, scootertjes. Kunnen we niet best deze kant op gaan? Want dan heb ik het idee dat we de stad zelf ingaan. Grace City. Oh, hier staat inderdaad een adres op. Abuja ziet er goed. Ja, Abuja. Abuja. Oh, daar heb ik hem echt letterlijk bovenop gezet. Shahi Junction. Is het Chai of Chabi? Want ik heb hier Chabi staan. Ik denk dat het Chai is, dus ik denk niet dat het klopt. Maar ik kan altijd kijken natuurlijk. Chabi Motorpark. Misschien dat het toch Chabi is. Dat ik het gewoon niet goed zie. Het zou kunnen hoor. Ik bedoel, misschien iemand. Volgens mij stond hier inderdaad in. Nee. Maar dan alsnog, het kan nog alsnog dit zijn, hè? Dat dit dan die kruising is. Hier. Het zou kunnen dat het wel is. Hoe gaan we dat bevestigen? Kijken of er een. Volgens mij staat daar wel een tankstation. Het is het niet in ieder geval. Zien. Had ik het gevonden? Oh, hier, Chahi. Nee, dat had ik. Deze had ik dan niet eens in overweging genomen, moet ik heel eerlijk zijn. Next one. Last one. Eentje zonder al te veel risico. Want we hebben het al binnen. Good old friends. Ja, jongens. De minas. Het lijkt me toch. Dankjewel, ding. Is er nog iemand dat kan bevestigen? Nou, oh, jongen, echt serieus. Als dit zoiets is als een Italiaan in Nederland. Ah, dan word ik pissig. Dan moet dat verboden worden. Hé, hey, luister, het maakt in principe weinig uit, dus wat dat betreft kan het gewoon. Maar ik zou toch graag gelijk hebben. Oh, hallo. Oh, hallo, dat was niet de bedoeling. Pare, pare. Mocht ik nog twijfelen over of het Brazilië is. Ja, hier weer Minas. Ik denk dat ik met de Minas Gerias wel goed zit. Eens kijken of we misschien de stadsnaam kunnen ontfutselen ergens vandaan.
Dat zou wel fijn zijn. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Ja, wat ik zei, er valt voor verder is weinig te zeggen, want ja. Stadsnaam, nee. Stond hier nog een bordje, ja. Scola Nicanor Atari. Nou, dat was niet hetgene wat ik daar zag, dus dat had ik sowieso fout gehad. Upsie! Vier results! Nee. Wat ik zei, ik weet niet. Laten we eens even kijken. Wat was het met Mongolië nou? Dat is nummer 3. Wat als ik hem dan. Waar had ik hem staan? Hier of zo? Ik zeg dat het. Ah, dan had ik het ook niet gered hoor. Dan had waarschijnlijk. Ja, want het was dan 3000 nog wat geweest. Dus er was niet eens 2000 punten erbij. Dus dat had ik nooit gered. Oké. Okay. Oh man. Ja, er valt weinig over te zeggen. Het is duidelijk waar de fouten zijn gemaakt. En daar kan ik niet meer of minder van maken. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag. En een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik, tot morgen.